En voor een nieuwe aflevering van De Laatste zit ik hier met Geraldine Kemper. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Nou, laten we er gelijk induiken. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk. Tijdens televisiering gala. Maar je hebt uiteindelijk dit... Niet gewonnen, nee. Maar ik was nog trots. En je vond het toch wel cool om ertussen te zitten. Ja, zeker. Ja. De laatste keer dat je hard ging? Zondag? Nee, maandagochtend. Het laatste, ADE. Ja, denk ik, dat is vrij recent, ja. Het laatste wat je hebt weggegooid? Ik heb net mijn bank weggegooid. Nou, niet weggegooid, weggegeven. Ik heb gewoon op Marktplaats... Want hij was niet meer mooi? Ophalen. Nou ja, het was gewoon tijd voor iets anders. De laatste keer dat je seks had op een gekke plek? In een zwembad. Ja, nou, respectabel. Ja, nou ja, goed, dat is niet een bed. Nee, is een rare plek, maar het kan raarder. Ja, dat. Ja, die wil ik weten. Nee, die waar die lag. Dat was mijn allereerste vriendje. En wij moesten toen voor de bakker pepernoten in zakjes doen. Dus in een pepernoten, ja, niet fabriek, maar in een bakkerij. En toen hebben we echt tussen die pepernoten seks gehad. Ja. Ja, nee, dat, ja. Ja, die is beter. De laatste keer dat je voor je werk iets gevaarlijks hebt meegemaakt in het buitenland? Ik denk dat toen was met trippers in Brazilië. Gingen we de favela's in en toen werd ons echt aangeraden om kogelvrije vesten aan te doen. Want nou, er werd heel veel geschoten door politie en gangs. Dus ja, dan doe je dat. En zie je dan ook echt zelf... Hoor je schoten? Nou ja. En ja, dat hebben we wel gehoord. Ik heb niet iemand zo met een pistool gezien, maar je hoort het wel. Dus het kan overal vandaan komen. En is dat dan iets waarvan je dan denkt, oh nou, volgende keer toch maar hier uit de buurt blijven? Op het moment daar heb je niet heel erg door dat het heel gevaarlijk is. Achteraf denk je, dus waarschijnlijk sta ik de volgende keer weer midden in een vuurzee. De laatste keer dat je een pikante foto van jezelf hebt verstuurd? Ja, dat was denk ik het weekend wel, toen ik hard ging. Ja, echt? Als iemand in jouw iCloud inbreekt, dan is jackpot. Ik moet niet iemand gaan uitdagen. Nee, oké. Maar er zitten er wel wat dingen tussen, ja. De laatste keer dat je bed hebt verschoond? Gisteren. Doe je dat regelmatig? Ja, dus minimaal 1 keer in de week, ja. Dus mannen schijnen dat dus, heb ik laatst gelezen, mannen schijnen dat gemiddeld als ze in hun eentje wonen maar 1 keer in het half jaar te doen. Hou je bek. Dat is echt waar. Hou op. Totdat ze een vriendin krijgen, dan in 1 keer iedere week. Nee, maar ik geloof dat niet. Je kunt toch niet in een bed slapen dat een half jaar niet verschoond is? Ik ken ze. Nou, daar ga ik echt niet bij liggen, hoor. Laatste selfie die je hebt gemaakt met je telefoon. Zou je die willen laten zien? Nou, ik hoop dus niet dat die dat Dat die is? Ja, nee. Dan ben ik heel erg naar de kloten. Ja, echt? Ja, die wil ik wel zien dan. Nou, dit valt mee. Het is nog wel met make-up en alles. Ik heb hier wel van die hele schattige oogjes. Ja, het was wel zondag half één. Ja. Ik had geslapen, hoor. Oh, wel geslapen? Nee, ja, maar ik was gewoon heel snel weer bij. Laatste keer dat je iemand die je niet kent in kleding van je eigen kledinglijn zag lopen? Volgens mij dit weekend wel. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, dat is wel raar, ja. Dan denk ik, Dat is toch een beetje als artiest die zijn eigen liedje op de radio hoort. Ja, nee, het is wel echt heel tof. En heb je dan ook de neiging, want normaal gesproken komen mensen natuurlijk naar jou toe. Hey, nee, Gerrie, ik ga niet naar ze toe. Nee, niet? Nee, oh my god. Ja, maar toch. Ja, is toch wel een beetje een momentje. Nee, het had wel dat weekend kunnen gebeuren, maar dat heb ik niet gedaan. Okay. De laatste keer dat je hebt gezoend met een vrouw? Nu was het op vakantie. Oké. Hoe lang is dat geleden? Mallorca, september, derde week. De laatste keer dat je ergens bang voor was? Op reis of zo. Als ik in een vreemde hotelkamer kom, dan denk ik altijd van, ja, wat is hier allemaal gebeurd? Ik slaap heel vaak dan met een klein lampje aan. Weet je, dat ik bijvoorbeeld badkamerlampje aanlaat. Maar je gaat niet eerst met een blacklight door die hele hotelkamer? Nee, geen blacklight, maar ik kijk dus wel altijd onder het bed. Of er nog iets? Nee, ja, en dan denk ik soms wel eens, stel je voor, er kijkt iemand recht in je ogen. Ja, dat er iemand onder je bed is. Ja. De laatste keer dat je het kut vond dat je herkend werd? Ook dit weekend toch wel. Ja, als je dan toch een beetje op je kwetsbaars bent. Ja, en als je dan net even gewoon helemaal... Ik word altijd heel erg bezweet als ik ergens... Ik dans heel hard. Ja. En dan zie ik iemand kijken en dan denk ik... Oh, fuck, oké, ja, dit hoort er natuurlijk bij. Maar het is soms wel kut. Laatste DM die je hebt ontvangen op Instagram? Mijn kapper. Oh, echt? Ze zegt, vriendin, vanaf januari ga ik verhuizen naar de salon op de Zuidas. Nee, dat je dat weet. Ik zeg zo, oké, ik volg je gewoon. Wat waren de laatste emojis die je hebt gebruikt? Ja, ik heb die lachende met die schattige wangetjes. Die wat minder, die zo... Ja, die het wel oké vindt. En deze. Ja, hartjes, die. Ja. Die dat je zo 2 handen... Ja. En die, met zo'n tranen in je ogen. Die. Ik heb een zonnetje, maar ik heb ook een sneeuwman in mijn favorieten. Want winter natuurlijk. Ja. Ik heb een knal. En een muzieknoot. Nou ja, dan moet ik doorgaan? Nee, we hebben ze wel zo. Vooral deze was heel erg belangrijk, want die kan je hieronder achterlaten. En verder abonneer je natuurlijk op het YouTube-kanaal van 538. Thanks. Jij bedankt.